Het ministerie van Financiën en Planning heeft 16,8 miljoen SRD vrijgemaakt om de achterstallige gelden voor het wetenschappelijk personeel van de Anton de Kom Universiteit van Suriname uit te betalen. De docenten gingen op 2 januari in actie vanwege het uitblijven van de correctie op de bezoldigingsreeks. Onderwijsminister Marie Levens zei gisteren aan journalisten dat de fout bij Financiën lag. Het punt wat je hier hebt is het salaris van de universiteit gaat steeds hoger en hoger en hoger. En dan zit je met een probleem. Moet ik het voedingsprogramma afsluiten om de salaris te betalen op de universiteit? Dat is vorig jaar gebeurd. Dat het gratis schoolvervoer moest opschuiven om de salarissen op de universiteit te verhogen. Ik ben niet bereid om dat nu weer te doen. Het ministerie van Financiën zal aparte middelen vrij moeten maken om die verhoging door te voeren. Want in eerste instantie was het ministerie van Financiën vergeten dat de universiteit er ook is. En ze waren vergeten om het in de begroting op te nemen. Ze hebben een rekenfout daar gemaakt. Nou, die rekenfout moet gecorrigeerd worden, dat is 1. En 2, als we als regering akkoord gaan met verhogen van salarissen van docenten op de universiteit, dan moet de regering met het geld doen. Levens wees er gisteren ten overvloede op dat zij geen ruimte had op haar eigen begroting om de salaris van het Adekus-personeel uit te betalen. Indien zij daar wel geld zou weghalen, zouden leerkrachten op de lagere of middelbare school geen salarissen ontvangen. Naar verluidt komt de vakvereniging Wetenschappelijk Personeel Universiteit morgen weer bij elkaar om verdere stappen te bespreken.